Hallo iedereen, dit is Bjarren, oftewel Blivius, en welkom bij weer een nieuwe episode van Let's Play City Skylines, met Blivius natuurlijk. Zoals je ziet, we zijn teruggekeerd hier in Enschede, in het mooie stadje wat zojuist een klein beetje begint te groeien met ja, het nodige vervuiling, maar daardoor laten we ons lekker niet aan de kant slaan. Zoals het er momenteel uitziet, gaan alle zaken nog een klein beetje goed, om het zo heel netjes te zeggen. En we zijn momenteel een beetje op weg naar, weet ik veel wat eigenlijk. Ik zit nog even te kijken, want hier kun je natuurlijk ook de stroom en water netjes in de gaten houden en zo. Dat is altijd heel mooi. Dat is hartstikke mooi. En, momenteel moeten we even een klein beetje gaan groeien in geld. Populatie is goed, plus 96. Zit daar een beetje netjes tussen. Wat is dit? Oh, ik dacht al, wat is dat nou weer? Maar hij heeft iets met garbage te maken, dus dat maakt op zich niet gek veel uit. Oh. Ik zie dan wel waarom wordt daar de afval niet opgehaald? Het zit er wel in de route. Afval zou daar gewoon opgehaald moeten worden, netjes. Nou ja, misschien duurt het wel eventjes. Voor mij rijden die lui al... Ja, kijk, helemaal mooi. Nee, top. Ze rijden er al langs, dus mij hoor je niet meer klagen eigenlijk. Hoe gaat het met historieboeken en met dat soort ongein? Nou, mensen zijn er weer heel erg geneigd aan... hoe heet dat? Residential. Dus ik denk dat het weer nodig is om weer te gaan bouwen. Nou, we zetten even weer de stad op pauze. Ja, klinkt heel grappig als je dat zegt. We zetten de stad even op pauze. Maar het is toch echt zo. We zetten de stad even op pauze. Even kijken. Speedlimit 40. Speedlimit 40. Wel met bompjes, hè? Nou, maakt het in ieder geval uit of het bompjes zijn, ja of nee. Weer deze kant op, uiteraard. Die ook deze kant op. Zo, we gaan... Oh. Oké. Die moet dus heel ietsje verplaatst worden. Hoe kunnen we dat doen? Relocate building. Nice. Kan die echt alleen maar hier staan? Bepaal ik zelf wel. Als ik die weg maar kan bouwen, vind ik alles goed. Ja, oké. Nice. Dit stukje moet ook twee stukken die kant op. Deze moet ook twee stukken. Zo bouwen we gewoon elke keer weer een klein beetje uit. Het voordeel is wel dat je daardoor... hoe heet dat? Je krijgt daardoor wel meer huis uiteraard. Nou, residential is momenteel heel veel vraag naar. Eens even kijken. Moet ook nog hier tussenin zien te komen. Nou, hier heeft niet zozeer veel zin denk ik, maar... Hier wel. Mag dit? Ja, dat mag. Dat is mooi. Want ik wil namelijk hier tussenin ook wat. Zo. Momenteel heel erg veel vraag naar residential, maar ook naar fabrieken. Dus we gaan hier ook nog even wat extra wegen bouwen, zodat er wat fabrieken bij kunnen. Hier mogen best wel veel wegen worden gebouwd eigenlijk. Wat is hier recht eigenlijk? Wat is recht? Dit is recht. Oké, mooi. Nee. Ja. Nee. Nee. Yes. Bijna. We hadden bijna helemaal goed. Maar nog niet helemaal. Nee, dat is hem niet. Dat wel. Zo, jij moet hem even oprotten daarom. Nou, wat mij dan leuk lijkt. Dat we... Nee, dat wou ik dus niet. Nee. Hoe kunnen we dat het beste doen? Oh ja. Dit. Is dan voor factory. Kan ik dat nu wel goed doen met door middel van die verf? Ja, nice. Zo, dit allemaal... Fabrieken en dingen en al het smerige rotzooi waar ik eigenlijk liever niks van wil hebben.
Moeten wel even kijken of wij hier iets te maken hebben met die speciale grond. Waar zag je dat ook alweer? Of het een speciale grond is? Hier, nee, nee, nee. Nee, nee. Wat? Dat bepaal ik zelf wel. Huh? Nou, hartstikke mooi. Leuk. Ah, hier. Oké, we zien alleen dat hier is momenteel een beetje fertile land. Maar dat moet je dus geen woonwijk plaatsen. Oké, nou. Duidelijk. Hoe zit het momenteel met traffic? Nou, het wordt dus een beetje druk bij de rotonde, zo te zien. Het is misschien handig. Want wat hebben wij daar momenteel? Volgens mij moeten we die rotonde even een klein beetje upgraden. Eens even kijken. Rotonde. Nee, dat wil ik niet. Small roundabout. Waarom kost dit zo ontzettend veel? Wat slaat dat op? Nou, zo'n ding hebben we momenteel. Hoe kun je het veranderen naar... Zo, of is, moet je gewoon dit doen? Of wat is de bedoeling hiervan eigenlijk? Even kijken. Curved road. Free roam road. Upgrade tool. Upgrade tool. Ah, oké. Four lane road. Dat lijkt me misschien wel een beetje te veel van het... Wat is dit nu dan? Heeft dat überhaupt iets veranderd? Nou ja. Ik denk het haast niet. Het blijft gewoon druk. Oh. Ja, het blijft nog wel druk. En we moeten ook even voor zorgen dat... bedrading. Dat zit verder goed. Alleen... Even kijken hoe zit het ook weer met water. Dat wordt niet volledig gedekt. Boom, met één pijp. Wordt gewoon dat hele gebied gedekt. Zo doen we dat, netjes. Daar mogen we waarschijnlijk ook wel zo'n mooie dingen weer bij plaatsen. Zo'n windturbine. Huppakee. Nou, ik wou zeggen, ga eens weg. Wat nog meer? Ja, hier die weg, jongen. Dat zit me echt wel een beetje dwars. Upgrade tool. Four lane. Moet wel gesloopt worden, maar who cares. Zo, kijk hoe grote rotonde we nou hebben, jongens. Nou, die moet allemaal gesloopt worden als we die weg willen uitbreiden. Is die dan zo bezet? Valt nog redelijk mee. Deze is wel. Dit is echt een druk bezette weg. Ja, dat is leuk. Zijn dit allemaal druk bezochte wegen? Waarom per se dit stukje? Nou, kunnen we ook alleen dit stukje upgraden, toch? Wat hebben we nou? We hebben nu een standaard two-lane road, als het goed is. Nou, looten. Daar ook even. En ja, het moet dan maar niks aan te doen. Allemaal weg. Six? Oh, nee, nee, nee. Zes is wel een beetje overdreven, hè? With decorative grass, ja. Maakt wel wat gras wat uit, echt niet. Daar zie je mij niet over klagen, hoor. Nou ja. Laten we de boel maar even weer doorgaan. Oh ja, we moeten natuurlijk wel die andere weg nog upgraden, hè? Deze is nog niet geupgraded. Alles stuk. Nou, hup. Ik wil die weg upgraden. Waarom mogen die weg niet upgraden? Die is juist het meest cruciale. Oh, wacht even. Nice. Beter.
Dan moeten we dit dan weer blauw maken. Zo, blauw, blauw. Blauw, blauw. Gaan we lekker allemaal winkeltjes bouwen daar al. Dat is wel mooi. Kan vast wel, hè? Overal pas hier tegenwoordig winkeltjes. Maar het is sowieso druk. Is dat sowieso hartstikke druk? Nou, we kunnen momenteel ook nog nergens anders bouwen. Dus dat. Het verspreidt zich al een beetje beter nu. Het kon erger. Hebben we hier alles al netjes ingevuld? Als het goed is, moet je zo meteen. Oh nee, we hebben hier nog helemaal niks gedaan, hè? Even terug op pauze. We willen hier heel veel residential bij hebben, uiteraard. Zo. Het is ook de bedoeling dat wij dingen gaan plaatsen die mensen leuk vinden. Want als je dat doet... Oh. Wacht even. We hebben voor mij nog niet alles met water geüpgraded. Zo. Zo. Iedereen weer water, toch? En it's gone. Nice. Oké. Okay. Water zitten we nog goed. Elektriciteit zitten we nog mooi. Ja, het is wel de bedoeling dat wij de boel een beetje gaan... Even zien. Hebben we ergens nog een... Hebben we nog nergens een high school? Jawel, twee high schools. Huh? Die kunnen toch beter verplaatsen dan? Waarom heb ik twee high schools naast elkaar staan? Elementary? Er staan hier twee van. Dan had ik deze. Kan ik beter verplaatsen naar de andere kant heen. Die kan ik beter dan gewoon in de richting van dit verplaatsen, toch? Even kijken. Waar zou die netjes staan? Hier toch? Jawel. Kan toch? Zo, zet u gewoon netjes daar neer. Jullie moeten allemaal niet zeuren. Ik zet hier zo wel een leuk parkje neer of zo, weet je? Hoe duur is dat? Ja, zie je, valt wel mee, toch? Kan iets groter. Nou, dit vult mooi op. Huppakee, kijk. Zijn jullie nou iets blijer? Hebben jullie een mooi parkje? Mooi parkje. Is het niet mooi? Pech. Kijk, want hoeveel? Kost 5000. Kost nog wat meer. Ja, moet je wel veel over hebben als je dat wil plaatsen. Ja, ik wil er niet zo graag dingen voor gaan slopen, weet je wel. Mensen die trekken hier net in. Wat blij. Wat allemaal blij. Ik doe het allemaal voor jullie. Zo. Nou, hopelijk brengt hun de happiness daar wat omhoog. Mensen zijn algemeen wel vrij happy eigenlijk. Dat scheelt wel een klein beetje. Dus even kijken. Nou, het kan natuurlijk altijd veel beter. Alleen... We hebben momenteel nog niet gek veel wat we kunnen doen, weet je wel. Dus laten we nog maar eerst even de tijd weer vooruit spoelen. Oh, we hebben een vuurtje. Oh, bij het verdorie politiestation nog wel. Dat heb je dan ook mooi voor elkaar. Als je gewoon bij het politiestation vuur hebt. Dat maak je niet heel erg vaak mee, maar dat gebeurt nog wel eens. Traffic full, energy after jog, the new park. Ja jongens, dat heb je ook nog. Mensen die mooi zitten te joggen en zo. Is gewoon freaking nice. Dus daar ben ik helemaal blij mee. Ik denk dat we zometeen dit gebied hieronder gaan vrijspelen. Want dan kunnen we namelijk wat met de autobaan een beetje knoeien. We kunnen ervoor zorgen dat het ballast hier weggaat. En dat mensen ook hier eventueel de stad in kunnen. Dan moet je hier wel een hoofdweg van maken, denk ik. Dat is wel belangrijk. Maar dan hoeven mensen niet per se via de rotonde de stad in te komen. En dan kunnen ze ook via een andere weg van de snelweg af. Dat is misschien wel een klein beetje belangrijk. Eens even kijken. Hoe gaat het met de stroomtoevoer? Goed. Dat zou je zeggen, dat is een mooi. Misschien dat wij nog ervoor kunnen zorgen dat wij zo'n mooie ding hierbij kunnen plaatsen voor 20 megawatt. Huppakee. Nou, education gaat hier op zich wel netjes. Alleen ik denk dat wij wel nog even zo'n afval
ding aan deze kant erbij moet hebben. Want dat gaat momenteel hier heel slecht. Dus garbage. Zo, je zet even hiernaast. Jij moet niet zeuren, want jullie willen allemaal die garbage weg hebben. Dus je zoekt het maar uit, lekker. Nou, ik weet niet wat ze hier allemaal zoeken eigenlijk. Operating normally, alleen ze zoeken waarschijnlijk uneducated. Hmm. 10 jobs available. Well educated. Ze zoeken well educated workers zoeken ze. Nou ja. Dat kun je af en toe wel eens hebben dat mensen well educated workers zoeken. Mensen schreeuwen hier om residential. Nou, dat is voor ons gelukkig geen probleem. We doen wel 2 van deze erbij. Om het een beetje te compenseren. Voor de rest. Ook hier een klein beetje. Dit ziet wel mooi uit zo. En dan plaatsen we hier allemaal residential. Zo. En dan hier nog even wat leuke winkeltjes. Zullen we hier ook winkels doen? Nou, doe ik maar winkels hier dan. En voor de rest is dan residential. Nou, dat vind ik wel netjes. Dan kunnen ze op zich een beetje ertussenin liggen, weet je wel. Dan is het met een beetje kiele-kiele. Even kijken. Energy gaat nog goed. Water treatment gaat ook prima. Remember to have a look at the new unlock building. Police headquarters. 60.000? Heb ik daar gewoon zat geld voor, ja? Hoe dan? Wat is hier het voordeel van? Eventjes rustig doorlezen, alsjeblieft. Even kijken. Police headquarters can maintain a large fleet of police patrol cars and respond to numerous incidents at the same time. Police practices help control the crime rate. Oké. Okay. Oh, Zoe, die houdt echt even alles netjes in de gaten hier. Nou, vooruit dan maar. Gooi er maar zo'n dikke police department neer. Voelen mensen zich ook weer een beetje veiliger hier. In Enschede uiteraard, hè. In Enschede. The police is here to serve and protect a big way. And just for justice for all. Nou, ik zie hier dat een paar bedrijven volgens mij abandoned zijn. Waar is dat? Dit is abandoned. Die mag weg. Abandoned weg. Waarom heeft... Nog meer abandoned factories? Nee. Er is wel eentje met waternood. Dat snap ik eigenlijk niet. Waarom is er eentje met waternood? Water. Water is hier gewoon prima in orde. Dus ik snap jou eigenlijk niet, maar... Ja, rot hem maar op. Jij weg. Jij weg. Want ik wil geen abandoned factories hier hebben namelijk. Nou, wat ik wel kan doen, is ervoor zorgen dat de wegen wat beter naar de fabrieken heen leiden. Want je ziet wel dat mensen gaan schreeuwen om werkers. Hoe kan ik de wegen daar beter heen leiden? Want we hebben heel veel van die abandoned factories. En heel veel van die factories die zoeken vooral naar operating normally. Misschien moet ik even een one-way road moet ik even misschien naar de fabrieken heen doen. Misschien is dat wel een idee. Dus even kijken, two-line one-way road. Misschien moet ik dat even richting de fabrieken sturen. Misschien is dat wel handig om te doen. Met een mooie bocht. Huppakee. Dat is een one-way road de verkeerde kant op, vriend. Waarom? Dat is niet netjes. Ik wil een one-way road. Die kant op.
Ja, dit is goed. Dit is One Way Road de goede kant op. Zullen we nog meer die kant op maken? Zullen we er twee die kant op maken? Dat lijkt me misschien wel handig. We maken twee One Way Roads. Of gewoon normale kan ook wel. Two line. Ja, dan moet je gewoon niet zo aan. Zo. En weg. Oké, want hier kunnen we nog heel veel van die winkels neerzetten namelijk. Wat hebben ze hier toch met het water? Water loopt hier gewoon hoor. Ja, zeker wel. Wil je per se een waterpijp hier doorheen hebben of zo? Zo? Extra pijp naar die kant heen of zo? Is dat wat je wil? Schijnbaar wel. Bij deze een extra pijp. Eens even verder kijken dan dat mijn neus lang is. Pleur hier overal maar van dat dingen neer. Allemaal commercieel. Vinden de mensen ook wel leuk om langs heen te rijden. Allemaal commerciële dingen hier. En je kunt beter mensen niet in de buurt laten wonen van fabrieken. Want je weet hoe dat gaat. Daar gaan ze over klagen. Van, wat doen die fabrieken hier? Vind ik niet leuk. Die weg gaat de verkeerde kant op. Ja, oké, ze moeten ook terug kunnen, lijkt me. Hè? Dat is wel zo netjes. Nou ja, gaan we lekker verder. Kijk, er vertrekken wat lui die kant op. Nou, er gaan al wat dingen gaan weg, maar niet alles. Er gaan op zich best wel veel fabrieken gaan dicht. Die is ook wel dicht. En die? Rolling in dough. Oh, was het verkeerd, hè? Ik klop twee keer de verkeerde fabriek. Nou, dat schiet ook lekker op. Gelukkig bouwen ze wel weer direct, maar... Waarom gaat het toch allemaal zo... Eens even kijken, wat is dit dan toch? Abandoned. Zero jobs available. Oh ja, tuurlijk. Moet hier nog zo'n waterlijn lopen, hè? Big Town! Education boost. Tax relief for high, bla bla. High density zone hebben we nu. Nieuw buildings, metro station, university. En een nog wat voor ding. Education boost, ja. Dat zal wel mooi zijn, ja. Water. Alsjeblieft, jongens, water. Wat is de bedoeling dan? Dat die school gaat verplaatsen of zo? Moet ik die high school zo verplaatsen dat het in de buurt komt van de bedrijven? Is dat de bedoeling? Want als dat nodig is, dan wil ik het best wel doen hoor. Ja, als ik ze hier neerzet, dan komen ze wel een beetje in de buurt van de bedrijven. Dus dat is op zich wel een iets moois. Nou, vooruit dan maar, zet ze maar hier neer. Ach, niet zo zeur. Jullie krijgen allemaal toch weer van die smileys erbij en zo. Oh, wow, we hebben echt voor een keer heel veel geld. Nou ja, aangezien dan weer plek vrij is gekomen, dan gaan we weer van die parken voor die lui gaan we bouwen, dus.
Nou ja. Mag wel iets groter zijn, denk ik. Oh, dat is een beetje te groot. Nou, doe het maar lekker hiermee dan. Word je er heel erg blij van. Kijk, oh, die parken toch eens. Oh, wat vinden jullie dat mooi? Oh, wat mooie parkjes hier. Ja, leuk hè. Jullie moeten wel voor opzouten, maar dan heb je wel mooie parkjes. Kijk, zie, deze mensen worden er heel erg blij van. Ik weet niet waarom, maar... Mensen vinden parkjes gewoon mooi, denk ik. Kijk dan, al die education shit, jongen. Dat is toch echt niet... Weg, weg, weg. Nou, die scholen komen dan wel een beetje in de buurt. Dus ik hoop dat dit een kleine boost geeft. Dat zal wel heel mooi zijn. Oh, jezus. Mensen willen heel graag weer residential erbij hebben. Misschien moeten... Wat is dit dan weer? Ik zou eens willen weten wat dit allemaal is. Wat is dat? Not enough educated workers. Operating normally. Ja, mensen willen nu waarschijnlijk ook de university zien, hè? Hoeveel kost een university dan? Bleh. Dat is niet goedkoop. Als je ook naar moet gaan wat je dan voor moet slopen, volgens de university. Hoe ver is die? Oh, hij wel ver bereik. Wat zijn dit dan? Kunnen die er wel van slopen, denk ik, of niet? Tot hoe ver gaat dat university? Hij gaat niet erachteraan, hè? Nee. Nog gaat hij wel erachteraan. En hij dekt ook heel erg veel. Misschien moeten we dit stukje maar gewoon dan... Ja. Sorry, jongens. Allemaal blij. Goed, gaan we weer door dan. Ik hoop dat ze nog minder gaan zeiken over die educated workers. Dat dat nou een beetje gevuld kan worden. Nou, het lijkt erop dat het aantal werkers dat ze zoeken minder wordt. Maar ik hoop het ten zeerste. Nou, dat gaan we zelf wel zien, denk ik. Nou, mensen willen nu heel erg graag residential hebben. Hoeveel is dit? Ja, wat is nou slim? We kunnen ook naar die kant heen gaan. Want dan hebben we ten eerste wat spoorlijn. En we kunnen wat aan de andere kant van de fabrieken neerzetten. Dus dat is misschien wel handig om te doen. Dus we halen gewoon die even erbij. Dan gaan we weer terug naar deze kant heen. Want dan kunnen we hier gewoon even de weg uitbreiden, zeg maar. We hebben nou een gunnen. Oh jee, een hospital. Zo de flikker, zeg je. Dat is ook een groot ding. Alleen, ja, we zijn momenteel wel goed gedekt als het daarom gaat. Ah, oh, jongens, wat is het nou toch? Dit is wel heel veel in één keer, hè? Zoek gewoon werkers. Kijk dan, ik heb jullie helemaal gedekt en alles. Ja, elementary school alleen niet, hè. Het is wel een beetje een dingetje dit, hoor. Echt wel. Maar misschien dat als ik aan deze kant wat ga bouwen. Misschien dat het dan wel goed komt. Even kijken, education. Ja, hier niet heel erg zo goed gedekt. Ik kon eerst hier klikken tussen die... waarom kan dat nou niet meer? Oh ja, elementary is dat hier een beetje gedekt. Dit is goed gedekt en dat is ook heel erg goed gedekt. Dit stuk vooral, dat is goed gedekt. Hier ook wel. Ja, misschien is het nou belangrijk dat wij ervoor gaan zorgen dat de residential die wij hier gaan bouwen, dat die
in ieder geval goede toegang hebben. Hou je mond dicht. Ik kan me niet schillen, die nieuwe zoon. 4-lane road with decorative glass. Oh, wat leuk. 4-lane roads kunnen namelijk alle kanten op. Nou, doei. En nou wil ik ook graag deze kant op. Kan dat niet? Oh, de elektriciteitsmasten zitten in de weg. Even kijken, jullie kunnen het er wel zonder, of niet? Oh, echt wel. Die hele stad is al zo gedekt, dus dat maakt niet uit. Wegennet. Space already occupied. Is dat vanwege die brand? Nou, dan is die brand dan even blussen. Burn, burn, burn to the ground. Burn, burn, burn to the ground. Oké, done. Goed, mogen wij nou de wegen daar neerleggen? Wat is er met die nieuwe... Ja, high residential, ik snap het. Kijk, zie je, nou mogen we wel slopen namelijk. Zullen we 4 wegen... Zullen we zo snel... Doei. Kijk hoeveel werkers hier zoeken. Dat is echt niet normaal, joh. Maar we moeten hoe dan ook een weg naar boven zien te krijgen. Anders gaat dat niet goed komen. Ik moet het wel recht zien te maken. Dus anders is het niet mooi. Dan gaat er veel geld kosten, Björn. Hey, ja. Oké. Nou, we hebben nu een hele mooie weg hier. Dat kunnen we gelukkig wel laten plaatsen door wat kleinere weggetjes. Is het belangrijk dat dit aansluit. Nou, die mag allemaal aansluiten, vind ik. Grotendeels althans. Niet alles hoeft aangesloten te worden. Wel wat. Hier. Ook. En wat zullen we dan hier eens van maken? Een leuk winkelstraatje misschien. Zo. Dan hebben we zeg maar, dit is dan een soort van hoofdstraat, hè? En dan kun je hier zeg maar verschillende kanten uitgaan, nog eventueel. Dus ook 1, 2. En dan moet die precies aansluiten bij deze. Mooi. Misschien dat het nog handig is om deze wel even groot te laten. Want je weet maar nooit. Oh, misschien moeten we deze ook maar groot laten dan, hè? Toch al bezig zijn. Oh. Zo. En die ook. Allemaal groot. Wat zetten we hier allemaal neer? Ja, grotendeels residential natuurlijk. Nee, ik wil niet meer upgraden. Ik wil nu gewoon zorgen dat alles gevuld is. Dat is jammer. Maar desondanks wil ik dat toch. Anders is het echt niet mooi en sla ik mezelf ook in elkaar? Nee, dat is niet waar. Ik sla me niet mezelf in elkaar. Dit is wel trouwens een beetje prutswerk. Ah, nee. Dat ziet er ja niet uit. Nee. En ik druk toch. Ik weet gewoon niet waarom ik daarop drukt hoor, maar... Zo. Dit sluit wel goed aan. Ja, nou komt natuurlijk al het rotwerk, hè. Nou moet het allemaal gaan invullen. Of ja, invullen niet, maar opvullen. Dankjewel. Dat wou ik inderdaad. Foei jij. En die.
Nee. Ja. Nou krijg je denk ik weer zo'n stukje waarvan je denkt van... Waarom zit het nou weer net naast die kruising? En ik wil daar... Oeh, Jezus. Hoe kun je hier... geen stoplichten van maken? Kun je stoplichten op de een of andere manier ook nog weghalen, traffic lights? Als je even kijkt hoeveel traffic lights hier verdorie staan, dat is gewoon niet normaal. Aan de andere kant best wel logisch eigenlijk. Ik bedoel, ja. Hoe zou je anders? Aan de andere kant, we hebben ook zometeen heel veel stroom nodig. Heel veel stroom. Ik hoop dat het een beetje goed uitpakt. Even kijken naar de wegen nog. Staat er bij elke... Deze bij elk zo'n ding staat nu een... Het was volgens mij mogelijk om te zeggen van of je nou... wel of geen... traffic lights wil hebben, maar... Nou is de vraag even van... Hoe doe je dit ook alweer? Policies. Oh ja. Taxation. Nou ja, daar kijk ik zo meteen nog een keer naar. Nou, misschien moeten we maar gewoon proberen met die... traffic lights. Waarom traffic lights hier? Daar snap ik echt helemaal niks van. Misschien... heeft waarschijnlijk te maken met die vierlijnswegen. Denk ik hoor, vermoed ik. Want je hebt alleen maar van die dingen op die vierlijnswegen, heb je dat. Kijk, zie, nou zijn ze allemaal weg. Misschien kunnen we er hier maar geen vier lijnswegen van maken. Maar gewoon omdat je anders helemaal gek wordt van die traffic lights. Dat kun je toch niet doen? Zo. Nou, alleen maar hier traffic lights. Nou, zo ramp is het ook weer niet. Daar traffic lights staan, denk ik. Hoop ik. Even kijken, wat maken we? Ik denk dat we achter de fabrieken dat we vooral. We kunnen hier eventueel high density commercial dingen inzetten, hè? Zullen we dit high. Ik weet niet of we dit high zullen maken. Misschien moeten we dat hier doen. Misschien dat we hier wel high kunnen maken, maar ik denk niet dat we dat hier al nog moeten gaan doen. Al wel. Nee, want we hebben hier niet, we hebben nog niet zo heel veel van die goed lerende lui hier, zeg maar. Dus dit maken wij vooral allemaal winkeltjes. Want omdat ze achter de fabrieken zitten. Dit wordt gewoon, ja. Allemaal woon. In het midden ook. Misschien hier nog wat winkeltjes. Oh ja, we moeten die wegen nog wel bouwen natuurlijk, hè. Waar zijn de wegen? Wegennet. Ik wil niet upgraden, ik wil gewoon wegen maken. Oh ja, dit wordt weer lastig natuurlijk. Nee. Yes. Nee, bij lange na niet hoor. Nope. Heel mooi. Nee. Nee. Yes! En dan... Is dat nou slim? Dat kunnen we beter gewoon niet doen. Hier kunnen we wel wat anders van maken. Hier kunnen we bijvoorbeeld... Zo. Winkeltjes. Die even weg.
Winkeltjes. Winkeltjes. Ja, dit mag gewoon allemaal bewoonbaar blijven, dit. Hier nog extra winkeltjes. Nou, daar hebben we voorlopig wel wat voldoende aan. Water. Nou, die luisteren helemaal niet eens voorzien van water, dus dat is al vrij lastig om daar te gaan wonen dan. Dat is duur, ik weet het, maar... Toch het over hebben voor die oude lui. En deze. Zo er heel mooi tussendoor. Ze is allemaal in één keer voorzien van water. Elektra, nou, dan mag je toch wel hopen dat ze hierop aan gaan sluiten. Gebeurt vaak toch niet. Dan moeten we even kijken naar education. Hier heb je natuurlijk helemaal niks daarvan. Health komt daar absoluut ook niet. Even kijken, hoeveel kunnen we kopen van die kleine dingen? Er moeten wel een paar belangrijke dingen bij. Sowieso een ziekenhuis. Dat kunnen we allemaal heel mooi... Nee, dat kunnen we niet heel mooi daar doen. Waar is het beste om dat te doen? Daar verslept hij dan. Nou, dit is mooi een beetje eigenlijk in het midden zo, hè? Ziekenhuis. Police. Brandweer. Ja, nou moeten we maar eens bezig gaan om een beetje geld te verdienen, lijkt me. Zet op play. Daar was ik al bang voor dat ze uitgerekend daar kwamen, hè? Oh, dit gaat goed. Nee, dat gaat goed. En water gaat ook goed. We krijgen ook massa met geld binnen, dus gelukkig kunnen wij nog zo'n elektriciteit dingetje er neerzetten. Noem het dan serieus elektriciteit dingetje. Ik bedoel natuurlijk een wind turbine. Straks zit de hele zee vol met wind turbines. Dat zie je al helemaal gebeuren natuurlijk. Water availability gaat ook een klein beetje omlaag. Dus we moeten nu allebei het even in de gaten houden. Climbing the social ladder. Ik krijg zomaar een achievement binnen, jongens. Dat is wel netjes. En er komt in één keer weer heel veel abandoned stuff komt binnen. Ja, ik sluit jullie allemaal een beetje in met van die educated stuff, jongens. Dus probeer daar een klein beetje mee te doen. Jullie zitten nou gewoon tussen twee woonwijken in. Hoe wil je het nog meer hebben? Oh ja. Oh nee, dat gaat nog wel goed, redelijk. Dat had ik veel slechter verwacht. Voor mij moet ik de bulldozer weer ophalen, toch? Ja. Want jij moet weg. Jij moet weg. Jij moet weg. En die moet weg. En die. Echt, die lui mogen wat sneller gaan leren, vind ik hoor. Dit slaat helemaal nergens op. Ja, we groeien nog steeds. Het groeit nog steeds. We hebben ondertussen wel weer heel erg veel kosten nodig. Daarmee bedoel ik ook de wind turbines. Even kijken, hier is weer 20. Hoppakee, pleur er maar neer. Pleur er maar nog eentje bij. Dit gaat snel, dit gaat heel snel. Ook gewoon met onze kosten gaat het heel erg snel. Wat is er nou met dat ding dan? Ja, we hebben een nieuwe... Oh, we hebben een burner. Ik wil eerst even zorgen voor water, jongens. Deze moet hier. En deze moet daar. Pipes. Yep. En die ook, heel mooi. Hebben die allemaal elektra? Die hebben allemaal elektra. Water availability is nu goed. We komen nu ook massa's met geld binnen, dus we doen het eindelijk een keertje goed. Waarschijnlijk. Dan moeten we de mensen even hier heel erg blij gaan maken, lijkt me. We kunnen hier nou een school neerzetten tegenwoordig.
Die wordt niet heel goed gedekt, die elementary school. Die kost 10.000, nou. Laten we dan 2 neerzetten. Eentje hier. En... eentje hier. Met 2 elementary schools te staan. Verspreid over een woonwijk. Nou. Dat moet toch wel een klein beetje netjes gaan. Desondanks, heel veel weer gaat de puin in hier. Welke is dat nou eigenlijk die daar aangeeft? Is dat deze? Ja. Die... oeps, er waren er 2. Moet je de bulldozer ook maar niet ingedrukt houden, dan krijg je het ervan, hè? Ongelooflijk, staat er zoveel dingen staan die lui in, hè? En nog gaat het gewoon niet goed. Even kijken hoor, scholen plaatsen we erbij. Maar nu mag hier een high school erbij. Hoe dekt die? Nou, die dekt op zich hartstikke goed. Nou, moet 1 dingetje slopen. Nou, boehoe. Wat is er nou dan? Oh, die. Nou, ik denk dat ik ook eerst maar even moet gaan uitzoeken hoe dat nou precies zit met die education dingen hier. Want je ziet gewoon heel veel bedrijven zie je vernacheld worden door een, ja, hoe noem je dat? Een lek aan, aan scholing, zeg maar. Dus dat is wel een beetje jammer om te zien. Ook al gaat ons geld, gaat echt wel razendsnel nu. Kunnen we hier nou al een high school neerzetten zelfs? Ja, we kunnen hier zelfs ook een universiteit neergooien, dus... laten we doen dan. University. Oh, dat dekt ook wel heel veel in ik, een university. Nou, de abandoned dingen die blijven wel een beetje komen en gaan eigenlijk. Kijken we schooling. Education. Capacity hebben we genoeg eigenlijk. Ik wil ze weg hebben, graag. Educated workers, zoeken ze toch allemaal of niet? ...16 job unavailable. Kunnen ze allemaal gewoon geen werkers vinden of hoe zit het eigenlijk precies? Nine jobs available. Ik snap eigenlijk niet wat het probleem is. Waarom kunnen die lui allemaal niet tegenwoordig naar die fabriek heen gaan? We zitten maar met 1 fabriek. Al die lui moeten werken. Nou ja. Nou, we kijken het wel even aan. Voor nu laten we het geld even binnenstromen. Dat gaat gelukkig nu wel goed. Maar we hebben heel veel van die abandoned dingen. Ik ga even nakijken hoe wij dat het beste kunnen oplossen. Ik denk dat we dat trouwens het beste kunnen oplossen door mate van het plaatsen van parken. Nou, misschien is het wel zo, misschien is het niet zo. Maar ik denk namelijk dat het wel zo is. Wat blij mensen, wat blij. Ik wil jullie allemaal blij maken. Ga leuke dingen doen of zo, weet ik veel wat. Ik plaats allemaal parken hier voor jullie. Hele dure parken van 5000 euro. Kun je ook een groot park van maken, toch? Zo. Kijk, nou is het een groot park geworden.
Nou, er kleuren wel wat dingen hier blauw, zeg maar. Maar ik ga toch eens even uitzoeken hoe dit allemaal werkt met die... met deze dingen hier, want ik zie dat het echt heel snel opstapelt. Dus voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze episode. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Zowel even dat een blauwe duimpje omhoog als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En wil je graag meer van mijn episodes zien, dan kun je gewoon gerustig abonneren op mijn kanaal. En dan krijg je natuurlijk wel meer te zien van mijn dingen, zeg maar. Ik ga ondertussen nu nog even al die abandoned dingen weglaten. Of even weghalen. Dat staat even wat netter voor nu. Er zijn wel heel erg veel. En dan ga ik ook even onderzoeken waar het abandoned nou vandaan komt eigenlijk. En hoe je dat kunt oplossen, die abandoned shops. Want ik neem aan dat allemaal dingen vragen uiteraard. En ja, ik geef ze ook heel veel de kans om overal heen te kunnen gaan. Hè? Dus dat vind ik ook wel heel erg raar. Want even kijken, wat is dit eigenlijk allemaal? Als ik even naar de zones kijk. Dit is allemaal... Ja, hoe heet het ook alweer? Normaal, mag je het zo zeggen? Is dit normaal? die moet ook weg. En die. En die. Misschien moet ik hier nog even een hele lange weg bouwen of zo. Dat kan nog wel op zich. Kijk, want hier kunnen natuurlijk nog heel veel bedrijven plaatsen, uiteraard. Dan houdt het spul maar lekker bij elkaar zo. Huppakee. En dan maak ik meteen even wat wegen aan, zodat het spul wat makkelijker deze kant op kan gaan. Want ze kunnen ook gewoon daarheen. Ze kunnen overal daarheen. Alle auto's kunnen gewoon netjes die kant op gaan, kunnen zo naar de fabriek heen eigenlijk. Vanuit deze mooie woonwijk. Met al van die, weet ik wel wat voor dingen erbij. Volgens mij heb ik zo'n beetje alles nu wel weggehaald van die abandoned dingen. Dus voor nu wil ik hiervoor zeggen, nogmaals bedankt voor het kijken. Tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.